Well, we have certainly heard some absolutely wonderful testimonies about the power of our Lord Jesus Christ to save. We hebben vanavond absoluut een aantal hele indrukwekkende getuigenissen gehoord van de kracht van de Heer Jezus om te redden. I delight in hearing stories of redemption because it shows me how great our God truly is. Ik vind het heerlijk om te horen van getuigenissen van hoe mensen zijn verlost. Want het laat ons zien hoe groot onze God is. But let me add just a little bit to Elseline's testimony. Maar laat me een klein beetje toevoegen aan het getuigenis van Elseline. The elders in our entire church consider her to be the most mature and trustworthy woman in our church. De ouderlingen van onze gemeente die beschouwen haar als de meest volwassen and whenever en de meest godvruchtige vrouw in onze gemeente. And whenever young women or women in the church have a problem, we send them to Elseline. En als er jonge vrouwen in onze gemeente zijn die problemen hebben, dan sturen we haar naar Elseline. And her husband Kevin. En naar haar man Kevin. The Lord has wonderfully redeemed. En de Heer heeft hen op wonderlijke wijze verlost. And I consider him to be my dearest and most trusted co-laborer. En ik beschouw hem als mijn meest dierbare medewerker in wie ik het meest van allen vertrouwen heb. And humanly speaking, 190 missionaries depend upon his faithfulness and his administration. En menselijkerwijs gesproken zijn er 190 zendelingen die afhankelijk zijn van zijn werk. Isn't that absolutely astounding what the Lord can do? Is het niet geweldig wat de Heer kan doen? And it gives me such great hope. En dat geeft mij heel veel hoop. That same God works in all of us. Dat diezelfde God werkt in ons allemaal. And he is able and willing to do so much more than any of us could ever even conceive. En hij is in staat en hij is gewillig om zoveel meer in ons leven te doen dan wij kunnen zien en dan wij beseffen. Now before I preach tonight I want to answer a question that has come to me a few times during this afternoon. Nou voordat ik ga preken wil ik een vraag beantwoorden die een aantal keren vanmiddag aan mij is gesteld. That I made a statement that I had noticed worldliness here at the camp. Ik heb gezegd dat ik wereldgelijkvormigheid hier heb waargenomen hier op deze conferentie. And that I had seen it among some of the youth. En dat ik dat had gezien onder jongeren. Well, that is true. En dat is zo. That is true. Dat is zo. But let me explain some things. Maar ik wil er iets over toelichten. We are oftentimes drawn to extremes. Heel vaak hebben wij de neiging om een beetje extreem te worden. And it is so hard to find the center. En het is zo moeilijk om genuanceerd te blijven of in het midden te blijven. That place of Christian maturity. De plaats van de christelijke volwassenheid. You know, there's legalism on one side. Aan de ene kant is er wetticisme. And I talked about that where they're measuring how long the sleeves are or how long the dress is. En ik heb het erover gehad van dat te maken heeft met hoe lang je rok is of hoe lang je mouwen zijn. And that to be a true Christian you've got to follow all these rules. En om als een echte christen te zijn dan moet je echt aan dat soort regels houden. That's very very dangerous. En dat is een gevaar. And it doesn't change the heart. En dat verandert het hart niet. But then there's another side. Maar er is ook een ander extreem. Another extreme. Ja, een andere kant. Sorry. I've got the gift of interpretation. And that is that the only thing that matters is my heart. En dat is dat je zegt, ja, het enige wat ertoe doet is mijn hart. And nothing else really matters. En al het andere doet er niet toe. And I can just
look like the world and act like the world. En ik kan gewoon eruit zien zoals in de wereld en handelen zoals in de wereld. And I can imitate the world. En ik kan de wereld zelfs nadoen. As long as my heart is right. Zolang mijn hart maar recht is. But you see, you need to understand what a heart is. Maar je moet goed begrijpen wat het hart is. When the Bible's talking about a heart, it's not talking about a blood pumping muscle. Als de Bijbel het heeft over het hart, dan heeft de Bijbel het niet over een bloedpompende spier. It's talking about the very center of your being. Maar dan gaat het over het centrum van wie je bent. The control center. Het besturingscentrum. That controls your intellect. Die leiding geeft aan hoe je denkt. Controls your will. Die leiding geeft aan wat je wil. Controls your emotions. En die leiding geeft aan je gevoelens. Controls your desires. En aan je verlangens. Now let me share something with you. En laat me dit met je delen. If the control center of your life has truly changed. Als het besturingscentrum van jouw leven echt veranderd is. Don't you think it's going to have influence on everything else in your life? Denk je dan niet dat dat een invloed heeft op al het andere in je leven? Now it is true that when we become a Christian. En het is waar als we christen worden. We're free. Dan zijn we vrij. We're no longer under the law and certain things of bondage. We zijn niet meer onder de wet en onder allerlei gebondenheden. But what does that really mean? Maar wat bedoelen we daarmee? It doesn't mean that the law is bad. Dat betekent niet dat de wet verkeerd is. It just means that we no longer have to fulfill the law in order to be saved. Het betekent dat wij niet de wet hoeven te vervullen om daardoor zalig te worden, om daardoor behouden te worden. But in the law there are beautiful truths. Maar in de wet komen natuurlijk allerlei prachtige waarheden naar ons toe. And there is great wisdom. En daar vinden we wijsheid. And we need to look at that. En we behoren daar aandacht aan te geven. And allow that to direct our life. En we moeten dat ook toestaan om richting te geven aan ons leven. We need to be very careful. En we moeten voorzichtig zijn. Because when people break free from legalism, want als mensen zich onttrekken aan wetticisme, they many times run to antinomianism. Dan slaan ze vaak door naar wetteloosheid. They supposedly free themselves from God's law. En dan bevrijden ze zich, zogenaamd, van Gods wet. But here's what you need to understand. Maar dit is belangrijk dat je dit begrijpt. You are going to follow somebody's law. Je gaat altijd iemands wet volgen. You are going to follow somebody's will. Je gaat altijd iemands wil volgen. It may be your own. Misschien is het die van jezelf. It may be somebody else. Of die van iemand anders. But for the most part, what it is, it's you begin to follow the will of the culture. En meestal is het zo dat je de wil van de omliggende cultuur gaat volgen. The will of people around you. Of de wil van mensen om je heen. The will of those who are speaking loudest to you. De wil van degene die het hardst tot jou roepen. Now, young people. Dus, jongelui. I want you to think. Denk na. Who is speaking loudest to you? Wie spreekt het hardst tot jou? Well, let's look for a moment at God. Laten we kijken naar de Heere God. How many hours a day are you reading the Bible? Hoeveel uur per dag lees je in de Bijbel? You're sitting there going, hours? En je zit daar en je zegt, hè, uren? Maybe minutes? Misschien minuten. Maybe 1 minute? Misschien 1 minuut? So, think about it. You're not hearing a lot from God. Dus denk erover na, misschien hoor je wel heel weinig van God. How much young people do you get together and discuss the great truths of scripture? Hoeveel jongelui komen jullie samen om met elkaar te praten over die geweldige waarheden van de Bijbel? Well, sometimes we do it at youth group. Soms doen we dat op onze jeugdavond. So you're not hearing a lot from God. Dus dan hoor je eigenlijk heel weinig van God. Now let me ask you another question. Laat me nog een vraag stellen. How much time are you with your parents discussing the great and eternal truths of God? Hoeveel tijd breng je met je ouders door om met hen te praten over de grote eeuwige waarheden van God? How many hours a day are you with your parents so that they might mold you? Hoeveel uur per dag ben je met je ouders zodat zij jou ook kunnen vormen?
Most of you would have to say almost no time at all. De meeste van jullie zullen zeggen bijna helemaal geen tijd. So God's not really speaking a lot into your life. Dus de Heere God die spreekt niet veel tot je leven. Your parents who are older and hopefully wiser are not really being a great influence in your life. En je ouders die ouder zijn en hopelijk ook wijzer zijn, die hebben dus niet zoveel invloed op je leven. Because you're not really spending a whole lot of time with them. Omdat je niet veel tijd met hen doorbrengt. Well then who is speaking loud in your life? En wie spreekt er dan wel heel sterk tot je? How much time do you watch TV? Hoeveel tijd besteed je aan televisie kijken? How much time are you dealing with media? Hoeveel tijd besteed je aan de social media? Yes, social media. I mean, come on, it sounds the same in English. It's not like I did a miracle here. Hij begreep wat ik net zei. Now, young people, think about it. At least one of the greatest voices in your life is social media and media. Een van de grootste stemmen in jouw leven zijn de social media en alle andere media. I can tell that by looking at the way the girls and the guys dress. En dat kan ik zelfs opmaken uit de manier waarop de meisjes en de jongens zich kleden. You look cool. Je ziet er cool uit. At least you look like what your culture says is cool. En je ziet eruit zoals je cultuur zegt dat je er cool uit kan zien. So that tells me culture is talking to you a lot. En dat laat mij zien dat de cultuur veel tot jou zegt. And our culture is not biblical. En onze cultuur is niet bijbels. That ought to make you afraid. En dat moet ons bezorgd maken. It ought to make you think you really shouldn't be listening to them. En dat moet ons ook doen denken dat we niet zo moeten luisteren naar die cultuur. But who else has really got a voice in your life? En wie heeft er nog meer echt een stem in jouw leven? Now I'm going to point something out. It's going to make you really mad. En ik ga iets zeggen waar je misschien heel boos van wordt. Most of you young people, your greatest influence are other young people. Voor de meeste jongeren hier aanwezig is geld dat de grootste invloed in jouw leven komt van andere jongeren. Now let me say it this way. Laat me het als volgt stellen. Get ready. Get prepared. Ja, wees voorbereid op wat ik nu ga zeggen. Most of you young people are being influenced by other young people who are just as stupid as you are. De meeste jongelui hier worden het meest beïnvloed door andere jongelui die net zo onnozel zijn als jijzelf. Can I get an amen? Amen. Now I love you. Nou, ik hou van je. But I need to tell you the truth. Maar ik moet je wel de waarheid zeggen. And parents, this is terrible. En ouders, dit is schrikbarend. Do you realize the greatest influence in your children's life is an ungodly culture and other immature children? Besef je dat de grootste invloed in het leven van je kinderen een goddeloze cultuur is en andere onvolwassen kinderen, jongeren? Now, when I talk about worldliness, als ik het heb over wereldgelijkvormigheid, most of you are probably thinking just about clothing. Dan denken de meeste van jullie waarschijnlijk aan kleding. Well, clothing is an expression of us. Nou, kleding is een uitdrukking van wie we zijn. You say, well, brother Paul, how should we dress? En dus zeg je, hoe moet ik me dan kleden, brother Paul? Well, first of all, know this. I'm not just talking to girls, I'm talking to guys. Nou, ten eerste, ik spreek niet alleen tot meisjes, maar ook tot jongens. Whenever we talk about clothes, everybody thinks that we're just talking to girls. Als we het hebben over kleren, dan denken we al heel snel dat we het alleen maar hebben over hoe meisjes zich kleden. No, we're talking to guys too. Maar we spreken ook tot jongens. Well, then how should we dress? Hoe moeten we ons kleden? You know, I wish I could give you a bunch of rules. Ik zou wensen dat ik je gewoon een paar regels zou kunnen geven. Because it would really make it easy. En dat zou het makkelijk maken. But I can't. Maar dat kan ik niet. Because the Bible doesn't give us a whole lot of rules. Want de Bijbel geeft ons niet allerlei regels. But it does tell us some things. Maar de Bijbel zegt wel een aantal dingen. First of all, listen to this. Dus luister hiernaar. Beauty is not evil.
Schoonheid is niet iets wat verkeerd is. It's not. Dat is niet zo. God is beautiful. God is schoon. Jerusalem was supposed to be beautiful. Jeruzalem was bedoeld een hele schone stad te zijn. God's people are to have a beauty to them. En Gods mensen moeten ook een bepaalde schoonheid over zich heen hebben. But there's a big difference between beauty and sensuality. Maar er is een groot verschil tussen schoonheid en sensualiteit. And there's a big difference between beauty and cool as the culture sees it. En er is ook een verschil tussen schoon of mooi zijn en cool zijn volgens de cultuur. And no matter how you dress. En hoe je ook kleedt. You can't cover up a bad heart. Een slecht hart kan je daarmee niet verbergen. You know what my desire is for you young people? Mijn verlangen is voor jullie. Is that you ask yourself, or you ask the Lord, Lord, how do you want me to be? Is dat je aan de Heere vraagt, Heere, hoe wilt u dat ik zijn zal? And then don't sit around with your legs crossed waiting for a vision. En ga dan niet achterover geleund zitten wachtende op een soort visioen. But start looking at the scriptures. Maar begin de schriften erop na te slaan. Lord, how do you want me to be? Heer, hoe wilt u dat ik ben? Inside. Van binnen. What kind of person? Wat voor soort persoon? Then try to imitate what's on the inside with what's on the outside. En probeer dan om datgene wat van binnen is, om dat ook van buiten uitdrukking te geven. For example, if my heart is to be beautiful. Bijvoorbeeld als het zo is dat mijn hart mooi behoort te zijn. Then maybe my outside should be beautiful also. Dan behoort mijn buitenkant ook mooi te zijn. If my inside is to be humble. Als mijn innerlijk ootmoedig behoort te zijn. And to be modest. En hoe noem je dat? Bescheiden. Then maybe I should seek to present that on the outside also. Dan moet ik er ook naar zoeken hoe ik dat aan de buitenkant kan laten zien. If I am to love, als ik bedoeld ben om lief te hebben, then maybe my clothing should also represent love. Dan behoort mijn kleding ook iets van liefde uit te stralen. If I'm never supposed to hurt anyone or cause anyone to stumble. Als het Gods bedoeling voor mij is dat ik nooit iemand pijn doe of iemand laat struikelen. Then maybe my clothing should be that way too. Dan behoort mijn kleding ook zo te zijn. The way I look at it is this. De manier waarop ik het zie is als volgt. No way are we called in the Bible to dress weird. We worden op geen enkele manier in de Bijbel opgeroepen om er slecht uit te zien. We shouldn't try to stand out from our culture with our clothing. Het is niet de bedoeling dat we ons heel apart en afzonderlijk gaan kleden. For example, when Hudson Taylor went to China, he began to dress like a Chinese man. Bijvoorbeeld toen Hudson Taylor naar China ging, begon hij zich te kleden zoals de mensen zich daar kleden. You're in Holland. Jullie leven in Nederland. I think you should seek to conform to culture. Ik denk dat je moet zoeken naar hoe je kan aansluiten bij de cultuur. Except where culture contradicts the scriptures. Behalve daar waar de cultuur de schriften tegenspreken. Do you see that? Begrijp je het? Don't try to make statements with your clothing. En probeer niet heel duidelijk iets te zeggen met je kleding. Make statements with your heart. Maar probeer iets te zeggen met je hart. With your clothing, do not try to stand out. En zorg niet dat je er extreem uitziet. Like a super religious person. Als een heel religieus persoon. But at the same time, don't do things your culture tells you to do when you know it contradicts the scripture. Maar tegelijkertijd ga niet je kleden zoals de cultuur misschien zegt als dat tegen de Bijbel ingaat. My wife always teaches this one truth and I think it's really really good. En mijn vrouw die zegt het altijd als volgt. And this is for girls and guys. En dit is zowel voor jongens als meisjes. If your clothing is a frame for your face, it's of God. Als jouw kleding vooral je gezicht naar voren laat komen, dan is het van God.
But if you're using your clothing as a frame for your body, it is sensual. Maar als je kleding gebruikt om vooral je lichaam naar voren te laten komen, dan is het zintuigelijk, is het sensueel. Another thing. Iets anders. God is a God of order. God is een God van orde. He's a God of beauty. En een God van schoonheid. You know when I look at guys today, because I've been talking about the girls, I'm talking about the guys now. Oké, ik zeg iets over jongens. When I see guys today. Als ik naar jongens kijk. A lot of them honestly dress like girls. Dan zijn er veel jongens die eerlijk zich kleden als meisjes. I mean, I can't figure it out. Ik snap dat niet helemaal. Girls dress like guys. Meisjes kleden zich als jongens. And guys dress like girls. En jongens kleden zich als meisjes. I mean, I see these guys with these tight skinny pants on. Ik zie jongens met hele strakke broeken aan. And they're standing not like this, but like this. Ze staan, die jongens staan zoals hij ten tweede liet zien. And when they shake your hand, en als ze je een hand geven, it feels like you just grabbed a dead fish. Dan voelt het alsof je net een dode vis hebt vastgepakt. You know what I've noticed about some of the young people in Holland? Weet je wat mij is opgevallen over jonge lui in Nederland? When I reach out to shake a young man's hand, als ik mijn hand uitsteek om hem een hand te geven, he goes like this. Dan doet hij dit. And when I reach out to shake a young girl's hand in Holland, en als ik een meisje een hand geef, she goes like this. And I'm sitting there going, will you let go of my hand? My hand is broken. I mean, okay, een meisje geeft hem een hand en die doet dat zo stevig dat hij zegt, alsjeblieft laat mijn hand los. I mean, think about it. The world wants to destroy masculinity and it wants to destroy femininity. In de wereld is een tendens waarin mannelijkheid ten onder gaat en waarin vrouwelijkheid ten onder gaat. But God created masculinity. Maar God heeft mannelijkheid geschapen. He created femininity. En hij heeft vrouwelijkheid geschapen. These things are beautiful. En dat zijn mooie dingen. Now another thing, it's not just your clothing. Het heeft niet alleen te maken met je kleding. It's your face. Maar ook je gezicht. I mean, some of you've got a real problem with your face. Sommigen van jullie hebben echt een probleem met je gezicht. And you're probably thinking, you too. Je denkt misschien, nou, kijk eerst eens naar jezelf. But what I mean is this. Maar wat ik bedoel is dit. When I was at the University of Texas. Toen ik studeerde aan de Universiteit van Texas. You had to have an ID card. Moest je een ID-kaart hebben. Had your picture on it. Met je foto erop. And when I first got to the University of Texas, I had an ID card made. En toen ik dus naar de universiteit ging, werd er voor mij zo'n ID-kaart gemaakt. And then I had another one made after I became a Christian. En toen werd er een andere van mij gemaakt nadat ik christen was geworden. And one of my friends saw the two cards. En een van mijn vrienden die keek naar die beide ID-kaarten. He goes, you don't even look like the same person. En hij zei, je ziet er helemaal niet hetzelfde uit. In the first picture when I wasn't a Christian. In de eerste foto toen ik nog geen christen was. I was trying to look all bad. Probeerde ik er zo slecht mogelijk uit te zien. You know, I'm like. Stoer en macho. I understood that too. I can translate, but I cannot imitate. You know, but in the next picture there was joy. Maar in die andere foto straalde ik van vreugde. There was nothing to prove. Ik hoefde me niet meer waar te maken. There was just joy. Er was gewoon blijdschap. Now I've seen some of you young guys walking around here this the campus, you know. En ik heb sommige van jullie jongens hier op het conferentieoord zien rondlopen. You're just looking all bad.
probeert er een beetje slecht uit te zien. I don't see joy. Maar ik zie geen blijdschap. Now, a lot of you I do. Nou, bij velen ook wel. But I'm just trying to share something with all of you. Maar ik probeer iets met jullie allemaal te delen. And I'm not wanting to hurt you. That's why I'm saying it this way. En ik wil niemand pijn doen. Daarom zeg ik het op deze manier. Because if I wanted to hurt you, I would take you out in the woods and beat you with a stick. Als ik je pijn zou willen doen, dan zou ik je gewoon in het bos in elkaar slaan. It's probably what some of you need. En misschien hebben sommigen van jullie dat wel nodig. Look, I just want you to see, young men, listen to me. Dus jongelui, ik wil gewoon dat je dit ziet. You're not supposed to reflect your culture or the coolness of some famous actor. Het is niet de bedoeling dat je heel erg de cultuur waarin je leeft weerspiegelt of dat je wordt als een filmster of zo. You are to reflect the love, joy and grace of God. Maar je bent gemaakt om de liefde en de blijdschap en de genade van onze God te weerspiegelen. Now that doesn't mean that tomorrow morning. En dat betekent niet dat morgenochtend. That I should walk in for breakfast. Als ik de ontbijt in het restaurant binnenloop voor ontbijt. And all of you are sitting there like this. En iedereen zit daar met een big smile. Because man, that's really gonna freak me out. Nou, dat zal ik niet aankunnen als dat zo zou zijn. But when you look in the mirror, maar als je in de spiegel kijkt. And you don't see love and joy and peace. En je ziet helemaal geen liefde en blijdschap en vrede en geduld. Don't try to fix your face. Ga dan niet een gezicht opzetten. Open up the scriptures and get on your knees and seek to fix your heart. Maar open de Bijbel en ga op je knieën en bid dat je hart zal veranderen. Now, there is a really important word. It's not really found in Scripture, but it sums up a very important truth in Scripture. Nou, er is een heel belangrijk woord. Dat kunnen we niet echt in de Bijbel vinden, maar dat is wel een samenvatting van wat de Bijbel leert. It's the word normal. En dat is het woord normaal. It's not really a bad word. Dat is niet een slecht woord. We always think in Christianity that we ought to be this extreme and radical thing. We denken vaak in de christelijke kerk dat we heel extreem en heel radicaal moeten zijn. Well, what about just being a normal person? Nou, we zouden ook gewoon normaal kunnen zijn. Who loves God with all their heart? Mensen die de Heere God liefhebben met heel hun hart. Who walks in simplicity? En die in eenvoud leven. Who just wants to reflect the love of Jesus? En die gewoon de liefde van Jezus willen uitstralen, willen weerspiegelen. Now, why do people like me say these kind of things? Nou, waarom zegt iemand zoals ik dit soort dingen? I want you to go to Isaiah 62 for just a moment. Ik wil graag jullie meenemen naar Jesaja 62 voor even. In Isaiah 62 we see the burden of the true man of God. In Jesaja 62 daar zien we echt de last van een man of vrouw van God. We see the heart of a prophet. We zien hier het hart van een profeet. Because we see the heart of God. Omdat we het hart van God zien. I feel this way about the church. En dit is wat ik ook voel ten aanzien van de kerk. I feel this way about you. En dit is ook wat ik voel over jou. As a husband, I feel this way about my wife, and as a father, I feel this way about my children. En als echtgenoot voel ik dit ook voor mijn vrouw, en als vader voel ik dit voor mijn kinderen. It says in verse 1, for Zion's sake I will not keep silent, and for Jerusalem's sake I will not keep quiet until her righteousness goes forth like brightness and her salvation like a torch that is burning. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans en haar heil als een brandende fakkel. Why did I say what I said? Waarom heb ik gezegd wat ik vanavond heb gezegd? Because this is what I want for God's people. Want dit is wat ik wil voor Gods mensen. I don't want a bunch of legalistic religion. Ik wil niet wettische religie.
But I don't want antinomianism. Maar ik wil ook geen wetteloosheid. I want to see righteousness going forth like brightness. Maar ik wil graag dat er gerechtigheid opkomt als een lichtglans. I want people to look at you and see salvation burning like a torch. Ik wil graag naar mensen, naar jullie kunnen kijken en het heil, de verlossing zien als een brandende fakkel. Now look at verse 2. En kijk naar vers 2. The nations will see your righteousness and all kings your glory, and you will be called by a new name which the mouth of the Lord will designate. De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden die de mond van de Heere bepalen zal. Young girls. Dus jonge dames. Young guys. Jonge mannen. When people look at you. Als anderen naar jullie kijken. When the nations look at you. Als de heiden, volken, de volken naar jullie kijken. When unbelievers look at you. Als ongelovigen naar jullie kijken. I want them to see the righteousness of God. Dan wil ik heel graag dat ze de gerechtigheid van God zien. I want them to see the glory of God in your face. Ik wil heel graag dat ze de heerlijkheid van God zien, ook in jouw gezicht. And I want them to see you walking in a newness of life. En ik wil dat ze zien dat jij in nieuwheid des levens wandelt. Not religion. Niet in religie. But joy. Maar in blijdschap. Life. Leven. Let me tell you a story. It happened in a Eastern European country several years ago. Nou, een aantal jaren geleden gebeurde het volgende in een Oost-Europees land. My wife was with me. Mijn vrouw was bij mij. And this lady, young lady, walked up to us. En een jonge dame die kwam naar ons toe. And there's my wife. En daar was mijn vrouw. Short hair. Kort haar. Earrings. Oorbellen. Little bit of makeup. Een beetje make-up. She's from Latin America. She's kind of wild. Ze komt uit Latijns-Amerika. Oh, this is going to be the last sermon I ever preach. Waarschijnlijk mag hij hierna nooit meer preken. But my wife, I think she's beautiful. She dresses modestly, but she's beautiful. En ik denk dat mijn vrouw heel knap is. Ze kleedt zich bescheiden, maar ze is heel knap. Do you know what that woman said to me in front of my wife? Maar weet je wat die jonge dame tegen mij zei terwijl mijn vrouw ernaast stond? She said, "Brother Paul." Ze zei, "Brother Paul." You speak with power of God on your life. Jij spreekt met kracht van God op je leven. How could you be married to a woman like this? Hoe kan jij getrouwd zijn met een vrouw zoals dit? I just was waiting to see what was going to happen. Ik wachtte af om te zien wat er zou gebeuren. I thought my wife is going to be in prison for murder. Ik dacht dat mijn vrouw spoedig in de gevangenis zou zitten wegens moord. But my wife started talking to her. Maar mijn vrouw begon met haar te praten. And this lady, I mean, she was covered from head to toe. En deze vrouw, zij was bedekt van de kruin van haar hoofd tot de zool van haar voet. In just a real dark color. In een heel donkere kledij. She looked like the angel of death. Ze zag eruit als een engel des doods. Everything about her was just sad. En alles aan haar was droefheid. And gray and brown and grijs en bruin. Sad. Bedroefd. And after my wife talked to her for a little while. En toen mijn vrouw een tijdje met haar heeft gesproken. You could see she was just in the bondage of legalism. En je kon gewoon zien dat ze gebonden was in wetticisme. My wife said, "Do you have a picture of yourself?" Toen vroeg mijn vrouw aan deze dame, heb jij een foto van jezelf? The girl said, yes. En ze zei, ja. No, do you have a picture of yourself before you were saved? Nee, heb jij ook een foto van jezelf voordat je behouden werd? And the girl said, well, yes, I do. Ja, zei het meisje. And my wife Charo said, can I see it? En toen vroeg mijn vrouw, mag ik die foto zien? And the girl said yes and gave it to her. En toen gaf dat meisje die foto aan mijn vrouw. It was the picture of a very pretty girl. En dat was een foto van een heel knap meisje. Who was smiling. Die lachte. And seemed to have some life and joy.
En het zag er naar uit dat ze leven en blijdschap had. My wife looked at the picture. Mijn vrouw keek naar de foto. Looked at her. En keek naar haar. Looked at the picture again. Keek weer naar de foto. Looked at her. Keek weer naar haar. And then she said this. En toen zei ze dit. I liked you better when you were lost. Je zag er beter uit voordat je behouden werd. Now let me explain that. Nou, laat me uitleggen. My wife then looked at her and said this. Toen zei mijn vrouw dit tegen haar. What has Jesus done to you? Wat heeft de Heer Jezus met jou gedaan? You're sad. Je bent bedroefd. You're critical. Je bent kritisch. You have a mean spirit. Je hebt een beetje venijnige geest. You walk around judging everyone. En je loopt rond iedereen te veroordelen. This is not something that Jesus does to a person. Maar dit is niet wat Jezus doet met iemand. Where is your joy? Waar is je blijdschap? Where is the love? En waar is de liefde? Where is the peace? En waar is de vrede? She was very, my wife was kind to her. Mijn vrouw was vriendelijk voor haar. She said, dear lady. En ze zei tegen haar, this is a religion of death. Ze zei tegen haar, lieve. It's not the life of Jesus. Dit is een godsdienst die doodmaakt. Dit is niet het leven van Jezus. So you see, when you walk down the street. En als jij over straat loopt. I don't want the world to see sensuality. Ik wil niet dat de wereld sensualiteit ziet. I don't want the world to see legalistic religion that hates everybody. Maar ik wil niet dat de wereld ziet een soort wettische religiositeit die neerkijkt op alle andere mensen. I want to see what we find in verse 3. Maar ik wil heel graag dat anderen dan zien wat we hier in vers 3 vinden. You will also be a crown of beauty in the hand of the Lord and a royal diadem in the hand of your God. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Isn't that beautiful? Is dat niet prachtig? A crown of beauty. Een kroon, een sierlijke kroon. Now think about that. Denk daarover na. It is important how we look on the outside. Het is belangrijk hoe we er van buiten uitzien. Because people can't see in your heart. Want mensen kunnen niet zomaar je hart zien. And what's in your heart? En wat er in je hart is. Comes out on the outside. Maar dat komt wel van buiten naar buiten. So go to the Lord. Dus ga naar de Heere. Go to his word. En sla zijn woord erop open. Go to women and men that you respect as godly and loving. En ga naar mannen en vrouwen die jij respecteert als mensen die de Heere lief hebben en die anderen lief hebben. And seek to learn the will of God. En kom erachter wat de wil van God is. All right, well God bless you. Oké, de Heer zegen je. Now, for the next 4 hours, I'm going to be preaching. From the book of Ephesians. Nou, de komende 4 uur gaan we verder nadenken over het boek Efeze. I'm not, I promise. Nee, dat zal niet gebeuren. Be 3 hours and 15 minutes. Het zal slechts 3 uur en een kwartier zijn. But I do want to go over a few things. Maar ik wil een paar dingen met jullie behandelen. I have about 30 minutes left, and that's what we're going to use to teach you some things out of the book of Ephesians. Ik heb ongeveer nog 30 minuten en die zullen we gebruiken om een aantal dingen te onderwijzen uit het boek Efeze. Go to chapter 1 and let's begin in verse 5. We gaan naar hoofdstuk 1 en dan beginnen we in vers 5. He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to himself according to the kind intention of his will. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Now we've already shown that the last part of verse 4 that says in love actually belongs to the sentence in verse 5. Nou, we hebben al eerder gesteld dat het laatste van vers 4 waar staat in liefde, dat eigenlijk hoort bij vers 5. So because of God's great love for you. Dus vanwege Gods grote liefde voor jou.
A love he put on you before the foundation of the world. Een liefde die hij voor jou heeft gehad voor de schepping van deze wereld. Now when I say you, I don't want to be talking in plural. I'm talking in singular. Maar en als ik jou zeg, dan heb ik het niet over jullie in het meervoud, maar over jou alleen, jou because, persoonlijk. Because I don't want you to think that yeah, God just loved the elect as a great big group. Want ik wil niet dat je denkt dat God alleen maar de uitverkorenen als één grote groep heeft lief gehad. No, as an individual. Nee, als individu. He chose you before the foundation of the world. Heeft hij jou uitverkoren voor de grondlegging van de wereld? And he sovereignly chose to set his love upon you. En hij heeft soeverein vanuit zijn soevereiniteit ervoor gekozen om zijn liefde om jou het object te maken van zijn liefde. And so all the blessings that he has determined for your life is a result of his love for you. En alle zegeningen die hij besloten heeft om aan jou te geven, dat komt voort uit zijn liefde voor jou. And then it says also in 5 that he did it according to the kind intention of his will. En dan staat er ook in vers 5 dat hij dat gedaan heeft overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. It means that it was his supreme delight to bless you. Dat betekent dat het zijn uiterste welbehagen was en zijn genot was om jou te zegenen. He even contrived the plan of your salvation with good pleasure or with delight in his heart, if you could say such a thing. Ja, dus het plan om jou te redden, dat is ook voortgekomen en dat gaat ook gepaard met heel veel vreugde in zijn hart. Now, it wasn't just his some cold rational will. Dus het was niet een koude rationele wil die hij toen had. But he did it because he loved you. Maar dat heeft hij gedaan omdat hij jou lief had. He did it because it brings him pleasure to bless you. Hij heeft dat gedaan omdat het hem ook heel veel vreugde geeft om jou te zegenen. He delights in blessing you. Hij verblijdt zich daarin dat hij jou zegent. Let me give you an example about will and good pleasure. Laat me een voorbeeld geven van hoe iets willen en ergens vreugde aan beleven samengaan. This comes from Hendrickson, the Reformed commentary writer. Dit komt van Hendrickson, een commentator. He says this. Hij zegt dit. A person can will to plant a rose garden. Iemand kan de wil hebben om een rozentuin aan te leggen. And a person can will to have a painful surgery. En een persoon kan ook willen dat hij een pijnlijke operatie ondergaat. Both of them are matters of the will. Beide zijn een zaak van de wil. But only one of them is done with good pleasure. Maar slechts één daarvan wordt gedaan met heel veel blijdschap. The planting of the rose garden. Namelijk het aanleggen van de rozentuin. It's done not out of some extreme necessity. Dat wordt niet gedaan omdat dat nou eenmaal moet. But it's done out of sheer delight. Maar dat wordt gedaan vanuit pure verheuging daarin. And God has predestined all these things for his people out of his sheer delight. En de Heere God heeft al deze dingen voor zijn volk voorbestemd uit pure vreugde daarin. Now I want you to hold your place in Ephesians and go to Jeremiah 32. Ik wil graag dat je je vinger houdt bij het boek Efeze, maar we gaan eventjes naar een ander Bijbelgedeelte, naar Jeremia 32. In verse 41. Chapter 32, verse 41. Jeremia 32, vers 41. He says, I will rejoice over them to do them good, and will faithfully plant them in this land with all my heart and with all my soul. En daar staat, ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. God has elected you with love. God heeft je uitverkoren in liefde. God has predestined you in love. God heeft je voorbestemd in liefde. And God is working all these things out in your life with delight. En de Heere God werkt al deze dingen uit in jouw leven. En daar geniet hij heel erg van. Because of his love for you. Omdat hij van je houdt. It says here, I will rejoice over them to do them good.
Er staat, ik zal mij over hen verblijden om hen goed te doen. This Hebrew phraseology. En de manier waarop het in het Hebreeuws is verwoord. Is the kind of language used by a bridegroom on his honeymoon night with regard to his wife. Is de taal die gebruikt wordt door een bruidegom op de avond van zijn huwelijk, van zijn bruiloft, ten aanzien van zijn vrouw. He rejoices over his wife with the greatest delight. Hij verheugt zich over zijn vrouw met de grootst denkbare vreugde. He is happy to be there. Hij is zo blij om daar te zijn. God is delighted to work in your life. En de Heere God die verheugt zich erin om te werken in jouw leven. And then he says, I will faithfully plant them in the land with all my heart and with all my soul. En dan staat er, ik zal hen in het land planten, in getrouwheid in het land planten met heel mijn hart en met heel mijn ziel. This is wonderful. En dit is prachtig. This language is not used anywhere else in the Bible. En deze uitdrukking en deze taal wordt nergens anders in de Bijbel gebruikt. He is speaking anthropomorphically. De Heer spreekt hier alsof hij een mens is. He is using the terminology of men and applying it to himself. Hij gebruikt de manier waarop wij mensen spreken en dat past hij toe op zichzelf. When a man says he will do something with all his heart and all his soul, he means with everything that he is, he will do it. Als een mens zegt ik zal dat doen met heel mijn hart en met heel mijn ziel, dan bedoelt een mens ik zal dat met alles wat in mij is, zal ik dat doen. And God looks at you and he says, I elected you before the foundation of the world. En God die kijkt naar jou en hij zegt, ik heb jou uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. That you might be holy and blameless before me. Dat je heilig en smetteloos voor mij zou zijn. And he says, I am going to make that come true. En hij zegt, ik zal ervoor zorgen dat bewaren, dat waar wordt. I'm going to do it with all my heart and all my soul. En dat ga ik doen met heel mijn hart en met heel mijn ziel. I am going to do it with the full force of all my deity. En ik ga dat doen in de volle kracht van mijn eigen goddelijkheid. This is absolutely wonderful. En dit is echt prachtig. You and I, we look in the mirror. Jij en ik, we kijken in de spiegel. We see our failures. En we zien ons falen. We see our sins. We zien onze zonden. We see our weaknesses. En onze zwakheden. We wonder, will we ever make it? En we vragen ons af, zullen we het echt redden? Yes, you will. Ja, je zal het redden. Why will you make it? Waarom? Because of him. Vanwege hem. Because of the one who loves you. Vanwege degene die van je houdt. He has pledged his entire being to getting you where he wants you to go. Hij heeft zijn hele wezen ervoor ingezet om jou te krijgen waar hij wil dat je komt. Now in verse 6 he says to the praise of the glory of his grace. In vers 6 van Ephesians 1, daar staat tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. What does this mean? Wat betekent dat? Paul uses this very often in the scriptures. Paulus gebruikt dit vaak in zijn brieven. Here in Ephesians. Hier in Efeze. To the praise of the glory of his grace. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. God is doing this because he loves you. God doet dit omdat hij van je houdt. But God is also doing this to demonstrate to all of creation how great he is. Maar God doet dit ook om aan de hele schepping te laten zien hoe groot hij is. So that all of creation might see him as he is. Zodat de hele schepping hem zal zien zoals hij is. And might rejoice in him as God. En zich in hem verheugt als zijnde God. Now in order to explain this with a little bit of illustration, let's go to Ephesians chapter 2, verse 6 and 7. Nou, om dit te illustreren wil ik ook met jullie kijken naar Efeze 2, vers 6 en 7. Speaking of the Christian, Paul says this. Hij heeft het over de christen en hij zegt dit. And he raised us up with him, that is with Jesus, and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus.
Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Now why did he do that? Waarom heeft hij dat gedaan? Vers 7. So that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness towards us in Christ Jesus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Why has he saved you? Waarom heeft hij jou gered? Why will he take you on to glory? En waarom leidt hij jou verder tot heerlijkheid? Because he wants to use you as an example. Want hij wil jou gebruiken als een voorbeeld. Of the riches of his grace. Van de rijkdom van zijn genade. Throughout all eternity. Tot in alle eeuwigheid. He wants to use you as an example of how good he is. Hij wil jou gebruiken als een voorbeeld, als een openbaring van hoe goed hij is. And how kind he is. En hoe vriendelijk hij is. Now I want you to look at verse 10 of chapter 3. Ik wil ook graag dat je met mij kijkt naar hoofdstuk 3 vers 10. Why has God done these things? Waarom heeft God deze dingen gedaan? So that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and authorities in the heavenly places. Opdat de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Now God is a God of revelation. God is een God van openbaring. He desires to reveal himself or make himself known. Hij heeft een verlangen om zichzelf te openbaren, zichzelf bekend te maken. Now he is infinite in his being. Hij is oneindig in zijn wezen. What does that mean? En wat betekent dat? Well, I want you to look at infinite for a moment. Kijk eens naar oneindig. And compare it to finite. En leg dat dus naast eindigheid. Finite has a beginning and an end. Eindigheid heeft een begin en een eind. Finite can be exhausted. Eindigheid kan uitgeput worden. I mean you can study it until you come to the point where you understand it completely. Je kunt het bestuderen en dan op een gegeven moment kan je dat helemaal begrijpen. But that's not the case with infinite. Maar dat is niet het geval met wat oneindig is. Here we have a mention of the rulers and authorities in the heavenly places. Hier worden genoemd de overheden en de machten in de hemelse gewesten. We have the idea here of ruling angels. Hier wordt ons het idee gepresenteerd van engelen die heersen. Splendid creatures. Hele bijzondere schepselen. With immense intellect and knowledge. Met enorm verstand en kennis. Who worship God day and night. Die God dag en nacht aanbidden. Yet they are still finite creatures. Maar het zijn nog steeds eindige schepselen. En zij kunnen nooit volledig begrijpen wie God is. And so throughout all eternity, God is revealing himself to them. En de hele eeuwigheid door is God degene die zich aan hen openbaart. So that they might know him. Opdat ze hem zullen kennen. And rejoice in him. En zich in hem zullen verblijden. And worship him as he ought to be worshipped. En hem zullen aanbidden zoals hij aanbeden behoort te worden. Now let's look at some things. Nou, als we hier naar kijken. In heaven there is perfect righteousness. In de hemel is volmaakte gerechtigheid. There is no rebellion. Daar is geen rebellie. There is God in all his holiness. Maar de Heere God is daar in zijn heiligheid. And his perfect justice. En zijn volmaakte gerechtigheid. But God is more than holiness. Maar God is meer dan heiligheid. God is more than justice. En hij is meer dan gerechtigheid. God is also grace. Hij is ook genade. How do you reveal grace? En hoe in a perfect world? En hoe maak je genade zichtbaar? Now think about it. Denk daarover na. How do you reveal unconditional love when everybody meets all the conditions? Hoe maak je onvoorwaardelijke liefde zichtbaar als er alleen maar schepselen zijn die aan alle voorwaarden voldoen? God creates a man. God schept een mens. And by that man's own doing, he fell. En vanwege wat de mens heeft gedaan, is hij gevallen. And all the angels looked down. En alle engelen die keken neer. Justice. En die zeiden gerechtigheid. Is what they expected. Dat is wat zij verwachten.
Justice and holiness is all they had ever known. Het enige wat ze tot dan toe hadden gekend was heiligheid en gerechtigheid. But there with that fallen Adam, maar daar met die gevallen Adam, God begins to show grace. Begint de Heere God genade openbaar te maken. And these principalities and powers are absolutely astounding. En deze overheden en machten die staan, die kijken verbaasd toe. What is this? Wat is dit? The world falls into greater corruption. De wereld valt alleen maar verder weg in verderf. All should have been destroyed. En alle zouden vernietigd moeten worden. Including Noah. Ook Noach. And yet God tells Noah to build an ark and he and his family are saved. En toch zegt de Heere God tegen Noach dat hij een ark moet bouwen en hij en zijn familie, gezin worden gered. And the angels are going, "What is this?" En de engelen die kijken toe en die zeggen: "Such grace." Wat is dit? We're seeing things about God we have never seen before. Nu zien we dingen van God die we nog nooit eerder hebben gezien. And then God calls forth a people. En dan roept God een volk tot aarde. Calls them Israel. Israël. The Old Testament church. De Oud-Testamentische gemeente. And they rebel countless times, but God remains faithful. En ze elke keer dan zijn ze afvallig, maar God is getrouw. His love remains true. En zijn liefde blijft waar. Grace after grace is poured out. En genade op genade wordt over hen uitgestort. And then one day God sends his son. En dan op een dag zendt God zijn zoon. Can you imagine the conversations in heaven? Kun je iets voorstellen bij de gesprekken die in de hemel hebben plaatsgevonden? He's sending his son down there. Hij stuurt zijn zoon daar naar beneden toe. To that? Daar naartoe? To that kind of people? Naar dat soort mensen? I mean, this is the son. We hebben het hier over de zoon. And they watch as Christ ministers. En ze kijken toe als Christus zijn bediening op aarde vervult. And they see the grace. En ze zien de genade. As he walks among them and suffers like one of them. En als hij onder hen wandelt en lijdt als een van hen. And they see the grace. En ze zien de genade. And they worship God as they have never worshipped him before. En ze aanbidden God zoals ze hem nooit eerder hebben aanbeden. And then he's nailed to a cross. En dan wordt hij aan een kruis genageld. And there's a rattle of swords and shields and lances in heaven. En dan in de hemel is er een geratel van zwaarden en schilden. They're thinking surely now we will go down and come against this people with justice. En dan denken de hemelse legermachten nu zullen wij in actie komen en naar beneden afdalen om te zorgen voor gerechtigheid. I wouldn't be surprised if when Christ was hanging on that tree. Het zou me niet verbazen dat toen Christus aan het hout hing. There were angels with a sword at the throat of every man. Dat er engelen stonden met hun zwaard aan de keel van alle mensen. Filled with holy rage against us. En vervuld met een heilige woede jegens ons. Ever since they were created, they had only loved the Son. Sinds zij waren geschapen, hadden ze alleen maar de Zoon lief gehad. They had served the Son and adored the Son. Ze hadden de Zoon gediend en de Zoon aanbeden. And he comes down to the likes of us, the filthy creature called man. En hij wordt een van ons en hij komt in het vlees, in de gelijkenis van de zondige mens. And we nail him to a tree. En wij kruisigen hem. They may have been standing there saying, "Lord, give the word and we'll kill them all." En ze stonden waarschijnlijk klaar, wachtende op het woord dat de Heere zou zeggen: "Ga maar en dood hen." But he is dying for them. Maar hij sterft voor hen. And these angels look and say, "What is this?" En de engelen kijken toe en die zeggen: "Wat is dit?" And they worship God as they've never worshipped him before. En ze aanbidden God zoals ze hem nooit eerder hebben aanbeden. He dies. Hij sterft. He rises again from the dead. En hij staat op uit de dood. He ascends to the right hand of God. En hij vaart ten hemel. And then 2000 years pass. En 2000 jaar gaan voorbij. And you are born. En jij werd geboren. You were born in your sin.
Je werd geboren in je zonde. From the womb you were going astray. Vanaf de baarmoeder ging je al dwaalwegen. You live a life of rebellion against God. Je leidde een leven van rebellie tegen God. All the angels look down and realize you are worthy of death and hell. En alle engelen kijken neer en die zeggen van jou, je bent het waard om te sterven en naar de hel te gaan. But they stand in amazement. Maar ze staan verwonderd. As God in his grace allows the gospel to be preached to you. Als God in zijn genade toestaat dat het evangelie aan jou wordt gepredikt. And they're looking at you. En ze kijken naar je. They're listening to the gospel. En ze luisteren naar het evangelie. Then all of a sudden the Holy Spirit comes. En plotseling komt dan de Heilige Geest. And gives life to your heart. En die geeft leven aan jouw hart. And takes out your heart of stone and puts in a heart of flesh. En hij neemt het hart van steen uit je weg en geeft je een hart van vlees. And grants you repentance and faith. En hij geeft jou de bekering en het geloof. And at that moment you believe. En op dat moment geloof je. And imputed to you is the very righteousness of God in Christ. En op dat moment wordt de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus aan jou toegerekend. And they watch you. En ze kijken naar jou. They're absolutely astounded. En ze staan helemaal verbaasd. What kind of God is this? Wat voor God is dit? And then they watch you. En ze kijken naar jou. They see that you're still in the flesh. En ze zien dat je nog steeds in het vlees bent. You still struggle with sin. Dat je nog steeds worstelt met zonde. You're apathetic many times. En dat je vaak gevoelloos bent. You don't grow as you ought to. En dat je niet groeit zoals je hoort te groeien. You're not faithful as you should be. En je bent niet zo trouw als je zou moeten zijn. Yet they see the Father's grace poured out upon you. En toch zien ze de genade van de Vader die over jou wordt uitgestort. And they worship. En ze aanbidden hem. As they have never worshipped before. Zoals ze hem nog nooit eerder hebben aanbeden. Then one day a trumpet is blown. Dan op een dag dan schalt de trompet. And in a twinkling of an eye you are changed. En in één moment word je veranderd. And there you are standing before God. En daar sta je dan voor God. Absolutely blameless and without spot. Helemaal smetteloos en zonder vlek. And that you are not only exalted into heaven. En je wordt niet alleen verheerlijkt tot in de hemel. You are not only given the place of an angel. Je wordt niet alleen de plek van een engel geschonken. You are now given the place of a son and a daughter. Maar je wordt gegeven de plek van een zoon, een dochter. And you reign with Christ. En je regeert met Christus. And they look at what you were. En ze kijken dan naar wie je was. And then they look at what you now are. En dan kijken ze naar wie je dan bent. And they say, behold, what manner of love is this? En dan zeggen ze, zie, welk een liefde is dit? This is a grace that was even unknown to us. En dit is een genade die wij nooit eerder hebben gezien. And because of what God has done for you, they fall down and worship God in a way they never could have before. En vanwege wat de Heere God voor jou heeft gedaan, vallen de engelen neer en aanbidden ze God zoals ze hem nooit eerder hebben aanbeden. But then look at verse 7 of chapter 2 of Ephesians. Als we dan kijken naar vers 7 van hoofdstuk 2. So that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. When you get to heaven, you do not stop being an example of God's goodness. Als je naar de hemel gaat, dan houdt het niet op dat jij een voorbeeld bent, een openbaring bent van de goedheid van God. It's going to go on throughout all eternity. Maar dat zal de eeuwigheid lang doorgaan. Now there are no days in heaven, days and nights, I suppose. Nou, in de hemel zullen geen dag en nacht zijn, denk ik. But I want to use that in an illustration. Maar ik wil dat wel figuurlijk gebruiken. You get up one morning in heaven. Er is een ochtend dat je opstaat in de hemel. And God pours greater grace and blessing upon you that day than the day before. En de Heere God die geeft jou die dag meer genade en zegen dan hij de dag daarvoor aan jou heeft gegeven. And the angels watch. En de engelen die kijken toe. What is this? En die zeggen, wat is dit? More grace than we knew of even yesterday. Nog meer genade dan gisteren?
And they fall down and worship God for his kindness to you. En ze vallen neer en ze aanbidden God vanwege zijn vriendelijkheid voor jou. Then everybody goes to bed. Not really, but we'll just dan, say they dan do. Gaat iedereen naar bed, zogenaamd. And the next morning you get up. En de volgende ochtend sta je op. And God pours out greater kindness upon you than he did the day before. En de Heere God geeft nog meer goedheid aan jou dan hij die dag daarvoor had gedaan. And again, all of creation is watching this. En opnieuw kijkt de hele schepping toe. What is this? Wat is dit? We see more of God's grace now than we even saw the day before. We zien nog meer genade dan dat we gisteren hebben and gezien. All of creation worships God as they never could have worshipped. En de hele schepping aanbidt God zoals ze hem nooit eerder hebben aanbeden. Now I don't know about you. Ik weet niet hoe het met jou zit. But to me this sounds like a pretty good future. Maar voor mij is dit een aardig goede toekomst. And you know what it does for me? En weet je wat het met mij doet? It makes me want to serve him here. Het leidt er bij mij toe dat ik hem hier van nu wil dienen. Because I know what's waiting for me there. Omdat ik weet wat mij daar te wachten staat. So now we can suffer anything. En nu kunnen we dus alles lijden. Now we can give up anything. En nu kunnen we alles opgeven. We can do anything he asks. En nu kunnen we ook alles doen wat hij van ons vraagt. Because of what is waiting for us there. Vanwege wat ons daar te wachten staat. And how do we know it's waiting for us there? En hoe weten we dat het ons daar te wachten staat? Well, I wish I could teach the rest of chapter 1. Nou, ik wou dat ik de rest van hoofdstuk 1 zou kunnen onderwijzen. Because he's given us a taste of it. Omdat hij ons een voorproefje daarvan gegeven through heeft. The Holy Spirit that door de Heilige Geest die hij ons gegeven heeft. He's a down payment. Hij heeft een onderpand, een vooruitbetaling gedaan. And he's a foretaste of all the goodness that is going to come. En de Heilige Geest is een voorproef van alles wat straks zal komen. Now, do you remember when Abraham's servant went to get a wife for Isaac? Nou, weet je nog hoe de dienstknecht van Abraham erop uittrok om een vrouw voor Isaac te vinden? That's a pretty amazing story. Dat is een heel mooi verhaal. I mean, Rebecca was. She was really. She was trustworthy. I mean, she was really trusting in what God was doing, wasn't she? Ja, Rebecca, die had echt heel veel vertrouwen in wat God deed, niet waar? But the servant comes to get her. En als de dienstknecht komt om haar te halen. And he tells her about her future husband that's waiting for her. En hij vertelt haar over haar toekomstige echtgenoot die op haar wacht. And he gives her a treasure. En hij geeft haar een schat. Gold on her arms. Goud om haar polsen. Different things of beauty. Verschillende sieraden. And she gets all excited. En ze raakt opgewonden. She says, "This is gonna be good." En ze zegt, wow, dit ziet er goed uit. But then they make the long journey back. En dan maken ze de lange reis terug. And maybe Abraham's servant is, you know, kind of riding his camel. En ik denk dat de dienstknecht van Abraham gewoon maar op zijn kameel zit. And he looks back at Rebecca. En hij kijkt naar Rebecca. And he sees that maybe she's doubting a little. En hij ziet misschien dat ze ook een beetje twijfelt. So he rides over to her. Dus hij gaat naar haar toe. And he pulls another little piece of treasure out. En hij haalt nog een schat tevoorschijn. He said, "This is for you." En hij zegt, dit is voor jou. It's just a down payment for what's coming. En dit is slechts een voorproefje van wat gaat komen. She gets all happy again. En opnieuw wordt ze heel blij. And they keep going on the journey. En ze gaan verder op hun reis. Until she sees him. Totdat ze hem ziet. And literally falls off her camel. En dan en ze valt van haar kameel af van verbazing. That's kind of a picture of what the Holy Spirit is doing to you. En dat is een beeld van wat de Heilige Geest met jou doet. We're on a long journey home. Wij zijn op reis naar huis. And we wonder, is it really going to be good when we get there? En we vragen ons af, zal het echt goed zijn als we daar zijn? And every once in a while. En af en toe. The Holy Spirit fills us and assures us that yes, it will be worth it. Dan vult de Heilige Geest ons en dan verzekert hij ons ervan dat het geweldig zal zijn. Now you remember I read from Isaiah 62. Weet je nog dat ik heb gelezen uit Jesaja 62? That a true preacher
wants this for the church. Dat een echte verkondiger van Gods woord dit wil voor de gemeente. And a true preacher wants the church to be beautiful in all of this. En een ware verkondiger van het evangelie wil dat de gemeente mooi en prachtig is. But let me say this. Maar laat me dit zeggen. I not only want it for you. Ik wil dat niet alleen voor jou. I want it for the Aguaruna tribe in Peru. Ik wil dat ook voor de Aguaruna stam in Peru. I want it for the people in Italy that have only known a lifeless religion. Ik wil dat ook voor de mensen in Italië die alleen maar een levenloze religie kennen. I want it for the teenagers in a discotheque tonight. Ik wil het ook voor de tieners die in een discotheek verblijven. I want it for Indonesia. En ik wil dat voor Indonesië. I want it for the people in Iran who are in bondage to a Muslim religion. En ik wil het voor de mensen in Iran die gebonden zijn onder een islamitisch regime. You know, a lot needs to be done here in Holland. En hier in Nederland is heel veel werk te verrichten. And we should want this for the people in Holland. En dit moet ons verlangen zijn voor het Nederlandse volk. But you know, you also need to understand something. Maar je moet ook dit begrijpen. You've had a lot of great theologians in this country. Jullie hebben hele bijzondere theologen gehad in Nederland. There has been a lot of great teaching in this country. En er heeft heel veel geweldig onderwijs in Nederland plaatsgevonden. And you're sitting here tonight. En jij zit hier vanavond. With opportunities all around you. Met allerlei mogelijkheden om je heen. With a vision to not only reach Holland but to reach the world. Niet alleen met een visie om Nederland te bereiken, maar om de wereld te bereiken. I am so tired of people using God's sovereignty as an excuse for not doing anything. En ik word er zo moe van als mensen Gods soevereiniteit gebruiken als een excuus om gewoon niks te doen. God's sovereignty should encourage us to attempt everything. Maar Gods soevereiniteit behoort voor ons juist een impuls en een aansporing te zijn om van alles te gaan doen. I know that in one sense the world is going to end in war with God. Ik weet dat in een bepaald opzicht deze wereld zal eindigen in een vreselijke oorlog met God. But I don't know when that's going to happen. Maar ik weet niet wanneer dat zal gebeuren. And there's nowhere in the Bible that tells me that all the nations can't come to know him. En er staat nergens in de Bijbel dat het onmogelijk is dat alle volkeren hem kunnen leren kennen. I know that we're told to take the gospel to every creature. Ik weet wel dat wij worden opgeroepen om het evangelie te brengen aan alle creaturen. Now listen to what it says, every creature. Alle schepselen. Not just some idea of the elect. Niet slechts de uitverkorenen. We're to take the gospel to every creature. Maar wij behoren het evangelie te brengen aan alle schepselen. Now, young people, let me ask you a question. Dus, jonge mensen, laat me jullie deze vraag stellen. Are you living for eternity? Leef je voor de eeuwigheid? Are you living for something that's worth dying for? Leef jij voor iets waar het waard voor is om daarvoor te sterven? What are you going to use your strength for? Waar ga jij je kracht voor gebruiken? For what are you going to use your gifts? En waar ga jij je gaven voor gebruiken? And for all of you, let me say this. En voor ieder van jullie dit. Every Christian is called to the Great Commission. Iedere christen wordt geroepen tot de grote opdracht. And there are two ministries in the Great Commission. En er zijn twee bedieningen binnen die grote opdracht. You are either called to go, of je bent geroepen om echt te gaan, or you are called to support those who go. Of je wordt geroepen om hen die gaan te ondersteunen. It's very simple. Dat is heel simpel. I like to look at it this way. Ik hou ervan om het als volgt te zien. You're either called to go down into the well. Je bent of geroepen om naar beneden de put in te gaan. Or you're called to hold the rope for those who climb down. Of je bent geroepen om het touw vast te houden voor degene die de put ingaan. And know this. En weet dit. Either way, either ministry. Elke bediening, op welke wijze dan ook. You're going to have scars on your hands. Je zult littekens oplopen. You say, well, it will cost to go to the foreign mission field. Je zult zeggen, ja, dat kost toch heel veel om naar een vreemd zendingsveld te gaan. You have to lose your life to be a missionary. Je moet je leven verliezen om zendeling te zijn. And you have to lose your life to stay and support them. Maar je moet ook je leven verliezen om gewoon in je eigen land te blijven wonen en hen te gaan ondersteunen. Now, which one of these two ministries are yours?
Nou, welke van deze twee bedieningen is die van jou? Some of you may say, I'm going down into the well, into the mine. En sommige van jullie die zeggen, ik ga die put in. Others of you will say, well, I'm going to stay here and support. En andere van jullie zeggen, nee, ik blijf hier en ik ga ondersteunen. Okay, show me your scars. Okay, laat me dan ook je littekens zien. What does it cost you? Wat kost het je? To carry out the great commission. Om de grote opdracht uit te voeren. No, I don't want to talk about your heart. Nee, ik heb het niet over je hart. I want to know what does it cost you. Maar wat heeft het je nou echt gekost? It's cost me. Het heeft mij gekost. And it's cost many others, even in this room. En het heeft veel anderen ook heel wat gekost hier vanavond aanwezig. And it has cost many their lives. En het heeft velen zelfs hun leven gekost. What does it cost you? Maar wat kost het jou? We are not called to sit around in our homes on couches and live in comfort. We zijn niet geroepen om gewoon thuis op de bank te zitten en te leven in luxe. We are called to fight the kingdom's battles. Maar wij zijn geroepen om de strijd van het koninkrijk te strijden. We're to do it in prayer. En dat doen we in gebed. And we're to do it with whatever talents God has given us. En dat doen we met elk talent die God ons heeft gegeven. Dat God ons heeft gegeven. Young men, your strength is going to be gone really soon. Nou, jonge mannen, jullie kracht zal snel voorbij zijn. That I can promise you. Dat kan ik je beloven. And young ladies, I can promise you your physical beauty is going to flee away. En jonge dames, ik kan jullie ook beloven dat je uiterlijke schoonheid na verloop van tijd minder wordt. Much quicker than you'll want it to. En sneller dan je lief is. What are you living for? Maar waar leef je voor? Why not pour your life into the kingdom? Waarom geef je je leven niet aan het koninkrijk? Give your life to seeing that every person on this planet hears the gospel of Jesus Christ. Dat je je leven geeft opdat elke persoon op deze aarde het evangelie van Jezus Christus hoort. We have a tremendous opportunity today. We hebben vandaag ongelooflijke mogelijkheden. To do all sorts of great things in the name of our God. Om allerlei dingen te doen in de naam van onze God. What will you do? En wat wil jij doen? Wat zal jij doen? How will you serve him? En hoe zal jij hem dienen? Because of the advances in technology. Vanwege de technologische vooruitgang. Because of airplanes. En vanwege vliegtuigen. And computer and internet. En computer en internet. Because the world has gotten so much smaller. Omdat de wereld eigenlijk zo klein is geworden. We can do so many things. Kunnen we zoveel doen. You know, Christ came at the fullness of time. That's what the Bible says. De Bijbel zegt dat Christus in de volheid des tijds is gekomen. That doesn't just mean he came when God had planned it. Dat betekent niet alleen maar dat hij is gekomen op het tijdstip dat God had bepaald. But that God planned it at a unique time in history where he made things happen. Maar dat betekent dat hij gekomen is op een punt in de geschiedenis waarin God het ook had voorbereid. Het was zo zoals God wilde dat het was op dat moment. He sent Christ during the time of the Roman Empire. Hij heeft Jezus gezonden ten tijde van het Romeinse Rijk. There was Pax Romana. Er was de Pax Romana. Roman peace. De vrede van Rome. Throughout the whole known world. In de hele toenmalige wereld. There were the Roman roads. En de Romeinen hebben wegen aangelegd. That allowed travel throughout the entire known world. Waardoor er verkeer mogelijk was in het hele Romeinse Rijk. There was trading by sea that allowed to even go out to the islands of the sea. Er werd gehandeld op de zee. Er waren schepen die de zeeën bevoeren, zodat de apostelen ook konden reizen. And there was one common trading language. En er was één taal waarin handel werd gedreven. Koine Greek. Het Koine Grieks. God worked everything together in history so that when his son came, it could be told to the world. God heeft al deze dingen zo in de geschiedenis laten gebeuren, zodat toen zijn zoon kwam, dat het evangelie zo snel verbreid kon worden in de wereld. Let me give you another important time in history. Laat me je een andere belangrijke tijd geven in de geschiedenis. The Gutenberg Press. Het moment dat de boekdrukkunst werd uitgevonden. Why was it invented? Waarom werd dat uitgevonden? So that the Bible could be printed. Zodat de Bijbel gedrukt kon worden. And those early men took advantage of it.
En die vroege mensen van de Reformatie hebben daar gebruik van gemaakt. One of the reasons for the Reformation and the Reform was the Gutenberg Press. Een van de redenen dat de Reformatie zo snel verspreid is, is het feit dat de boekdrukkunst was uitgevonden. The printing of Bibles. En dat Bijbels gedrukt konden worden. The printing of good books. En dat goede boeken gedrukt konden worden. Invaded the world. En die hebben de wereld veroverd. Look what we have today. Maar kijk eens wat wij vandaag de dag hebben. I can travel anywhere in the world inside of 16 hours. Ik kan binnen 16 uur overal ter wereld zijn. I can teach students in Romania and sit at my desk in the United States through Skype. Ik kan studenten in Roemenië onderwijs geven terwijl ik op mijn eigen studeerkamer zit in Amerika door middel van Skype. We can make underground teaching tapes in foreign languages in my office. Wij kunnen opname maken van onderwijs en dat kan terechtkomen bij de ondergrondse kerk in andere landen. And smuggle them into nations I can't talk about. En die worden binnengesmokkeld in landen waar ik zelf nooit binnen zou kunnen komen. And we can put it on the internet where very few governments can stop it. En we kunnen het op het internet plaatsen waar overheden het niet kunnen weghalen. Doors have been opened for us to send missionaries almost to every part of the world. En de deuren zijn voor ons opengegaan om zendelingen te sturen naar bijna alle delen van de wereld. And then in parts of the world where Europeans and North Americans can't go. En in delen van de wereld waar Europeanen en Noord-Amerikanen niet kunnen gaan. God is raising up believers, indigenous believers in those countries. Daar heeft de Heere God gelovigen doen opstaan uit het land zelf. But they need our help. Maar zij hebben onze hulp nodig. They need our literature. En onze literatuur hebben ze nodig. They need Bibles printed. En Bijbels. They need us to sneak in and teach them. En ze hebben het nodig dat wij daar ook binnenkomen om hen te onderwijzen. There are so many opportunities. Maar er zijn zoveel mogelijkheden. This group right here tonight could be used of God to change the world. En de groep hier vanavond aanwezig kan door de Heer God gebruikt worden om de wereld te veranderen. If only we would live for eternity. Als we maar leven voor de eeuwigheid. And believe God. En geloof hebben in God. You say, well, maybe I want to do something greater than what God wants to do. En dan zeg je, maar wil ik dan niet iets meer dan iets groters dan wat God zelf wil doen? Just listen to yourself. Maar luister even naar jezelf. That's absurd. Dat is belachelijk. God is doing things you and I can't even conceive of. God doet dingen waar wij niet eens benul van hebben. Now I know God is sovereign. Ik weet dat God soeverein is. I know he cannot be manipulated. En ik weet dat hij niet gemanipuleerd kan worden. I know he has decreed everything before the foundation of the world. En ik weet dat hij voor de grondlegging der wereld alles heeft besloten. But I also know we have not because we ask not. Maar ik weet ook dat de Bijbel zegt we hebben niet omdat we niet vragen. And Jesus said after giving great promises in prayer in Luke 18. En de Heer Jezus heeft gezegd nadat hij grote beloften aan het gebed heeft verbonden in Lucas 18. He basically said this. Nou zei hij dit. Yeah, but when I come back, will I find anybody believing these promises? En zegt hij, als ik terugkom, zal ik dan mensen aantreffen die deze beloften geloven? Now, I don't mean this next statement strictly theologically. I just want to try to make a point. Nou, wat ik nu ga zeggen, dat bedoel ik niet alleen maar theologisch. Sometimes when I'm praying about a country. Soms als ik bid voor een land. Like today I was praying for Portugal, Spain, Italy and Greece. Vandaag was ik in gebed voor Portugal, Spanje, Italië en Griekenland. Very dark places. Dat zijn hele duistere plaatsen. I was also praying for the possible Bible school thing in Germany. En ik bad ook voor de mogelijke Bijbelschool in Duitsland. And in times like that, when I go, God, what do you want us to do? En als op zulke momenten, dan bid ik, Heere God, wat wilt u dat wij doen zullen? It's almost as though he says this. En dan lijkt het wel alsof God dit zegt. What can you believe me for? Waar heb jij, waar kun jij mij in vertrouwen? How far do you want to take this? Waar heb jij geloof voor? Hoe ver wil jij dat het gaat? What do you want to do? Wat wil jij doen? Ask great things from God.
Vraag grote dingen van God. And expect great things from God. En verwacht grote dingen van God. Because he is sovereign. Omdat hij soeverein is. Let's pray. Laten we bidden. Father, I pray that you will use this to bless your people. I pray that they will be not struck down, but that they will be encouraged, that they will be animated, that their faith would increase, that they would see the magnificent love that you've had for them before the world was even founded and will last throughout all the ages of eternity, that they will be motivated by all the blessings, all the riches they have in Christ, that they will delight in you, that they will serve you, and that the beat of their heart will be, thy name be sanctified, thy kingdom come, thy will be done, that God's name might be great among the nations from the rising to the setting of the sun, and that the knowledge of the glory of God may cover the land as the waters cover the sea. O God, create a true passion in us, a joyful passion, an expectant passion, knowing you have never failed to do far beyond all we could ask or think. Lord, we praise you, we honor you, we worship you, we adore you, we give to you, Lord, thanksgiving upon thanksgiving, and proclaim your name, its greatness, its power. We delight in you. May you be glorified in this place. In Jesus' name, amen. Amen. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.